Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Project Peanuts, weer in het Nederlands. En we gaan verder met een nieuwe booster, Battle for Zendikar en de picks daaruit. Vorige keer hadden we een leuke booster, kijken wat deze booster brengt als dit onze eerste booster zou zijn in een draft. Nou, hier gaan we. Hup. Oeh, we beginnen meteen met een hele goede common. Een van de betere removal spreuken. Dit is zeker een van de betere commons, want het destroyt gewoon een creature met power 4 of groter. Zonder nadelen, zonder restricties. Nou ja, dit is natuurlijk een restrictie op zich. Als iets engs wordt, dan kan dit ding hem gewoon aan. Dus ja, dit is echt een hele goede kaart. En het kost ook maar één wit, dus je kan makkelijk nog andere kleurtjes erbij doen. Heel erg fijn. We gaan door naar de tweede. We hebben hier een spell shrivel. Dit is een counterspel, ook met Devoid. Hij countert iets tenzij de tegenstander 4 mana betaalt. En als hij gecounterd wordt, wordt hij geëxhaald. Dat is leuk voor je ingest mechanics, zeg maar. En de atrocity die het weer terugleggen in iemands graveyard. Zelf ben ik niet echt een fan van deze kaart om snel te pikken. Het is op zich een goede kaart, maar ja, de kans dat hij niks doet is er. En dat vind ik heel naar. Op zich, op turn 3 iets counteren werkt natuurlijk hartstikke goed. Alleen, ik denk dat er andere kaarten beter zijn en misschien wat agressiever, om het zo maar te zeggen. Dit betekent namelijk ook dat je 3 mana moet openhouden. Elke beurt wil je iets willen counteren en dat is, kan je curve in de weg zitten. Dat maakt hem geen slechte kaart. Als je echt een control build hebt, is dit zeker iets wat je wil. En voor je Eldrazi ingest theme is dit ook zeker een leuke toevoeging. Ah, Dominator Drone. Kijk, dan heb ik deze bijvoorbeeld veel liever. Dit is een 3 mana 3-2. Dat is op zichzelf al hartstikke gaaf. Maar hij is ook ingest, dus dat komt er alweer bij. Plus je hebt nog de ability van het lose 2 life. En dat kan hem zeer speelbaar maken. Dit is zeker een goede kaart om snel te pikken. 3 mana 3-2 is lekker agressief, lekker snel. En ook al heb je de bonus van het lose life niet, is die gewoon fijn om op je curve te hebben. Ja, zeker een goede kaart. Kitesail Scout. Ja, het is een flyer. En flyers zijn leuk, heb ik al eerder gezegd. Maar deze zou ik dan niet zo snel kiezen. Eigenlijk het 1 mana 1-1 flying is leuk als je echt een super agressief deck hebt of zoiets. Rood-wit misschien. Maar ik kies deze kaart eigenlijk nooit omdat ik gewoon liever deze niet op turn 6 of 7 wil pakken. Terwijl ik ook gewoon iets insane had kunnen pakken. Bijvoorbeeld deze. Deze heeft late game veel meer potentie dan de Kitesail. Dus nee, laten gaan deze zou ik zeggen. Ah, Clutch of Currents. Kom ik meteen weer terug op zeg maar de speelbaarheid van late game. Of de speelbaarheid van de kaart in een late game match. Want deze kan je snel spelen. Namelijk voor zijn 1 mana, dan return je een creature. Of je doet voor zijn awakening cost, dat is 5. Dan krijg je gewoon een extra creature erbij. En die diversiteit in deze kaart maakt hem gewoon heel erg speelbaar. Nadeel aan deze is dat hij wel weer sorcery is. Maar goed, als deze instant was geweest, was die veel te goed geweest. Want dan kan je dus gewoon op instant speed heel de combat phase, ja, crushen. Crush of Currents heet hij dan. En het bouncen is gewoon heel erg fijn altijd. Of je nou awaken doet of niet. Je kan het, ja, bijvoorbeeld creatures met counters bouncen. En dan zijn de counters kwijt. Andere enge dingen. Je kan zelfs op je eigen creatures spelen. Dus ja, veel opties voor deze kaart. Super speelbaar. Swarm Surge is echt bedoeld voor het deck met al die Scions. Stel je hebt heel veel Scions en die Dominator Drone van daarnet, die zwarte. Dan is dit gewoon een hele leuke toevoeging. Het is wel een sorcery, dat is erg jammer. Maar goed, ik denk dat die anders ook wel iets te goed was. Want dat First Strike kan ook combat helemaal vernachelen. Maar stel je voor dat je die dat je turn 1 wat speelt, gewoon voor lol, maakt niet zoveel uit. Turn 2 misschien een sign maakt of iets dergelijks. Of turn 3 een sign. En dit turn 4 en dan val je aan met nou, 2 of 3 creatures die plus 2 plus 0 en first strike hebben. Indien ze colorless zijn. Nou, dat klinkt best wel als een goed idee en dan kan je al heel snel wat damage er doorheen rammen. Wel laat ik hem snel gaan, omdat ik meestal niet dit thema opga. En zonder de first strike vind ik hem eigenlijk niet zo goed. Dan had hij echt instant moeten zijn. Kozilek Chandler, 5 mana 4-4. Dat is al best wel fijn, want dat slaat lekker hard. En je kan doorrampen naar grote Eldrazi. Ja, yeah. Wil je echt die Eldrazi spelen, de dikkerts om het zo maar te zeggen, dan wil je dit echt in je deck hebben. Maar ook is het een solid pick, want het is, hij kan in elk deck. Hij is scoreless, dus je kan hem altijd in je deck stoppen voor de 5 drop.
En je kan de mana vast en zeker gebruiken om door te curven naar iets groters dan hemzelf. Superleuk. En heb je de mana niet nodig, dan sla je gewoon een 4-4. Waarom niet? Goeie kaart. Leuke kaart. Belligerent Whiptail. Sorry about that. 4 mana, 4-2. Met landfall. En dan krijgt hij First Strike. We hebben wel veel First Strikers. Deze krijgt First Strike als hij landfall heeft. Of tenminste, als je een land speelt, krijgt hij landfall. Of triggered landfall, jeez. En dan krijgt hij dus First Strike. En dat maakt hem wel nice. Als je hem combineert met Evolving Wilds bijvoorbeeld, dan kan je hem in je eigen turn First Strike geven. Maar ook in de enemy's turn. Want dan kan je je Evolving Wilds sacrificen om deze instant speed landfall te laten triggeren. Goeie kaart. Ik pik hem zelf niet zo heel snel. Die 2 is toch... De 2 toughness maakt hem toch wel een beetje kwetsbaar. Maar het is zeker een goede filler kaart. Geen first pick in ieder geval. Oeh. Dit is groene removal. Yeah, I like that. Dit stijgt in mijn lijstje van potential picks. A natural aggression laat creatures fighten. En als het enemy creature doodgaat, wordt hij geëxiled. Leuk voor je Eldrazi team. En houdt recurring tegen van het creature. Het is een instant, dat maakt hem superleuk. Op die manier kan je het natuurlijk ook gebruiken als combat track. Ja, een solide kaart. Je moet wel een beetje creatures hebben om mee te fighten. Want ja, een-eentje zoals die Kitesail Scout, zoals dat gaat niet zoveel opschieten, denk ik. Maar bijvoorbeeld die Kozilek's Channeler maakt hem alweer een stuk beter. Het is gewoon 4 damage in principe. Leuke kaart. Zeker onthouden als je hem in de booster tegenkomt. Oeh. Neton's Drone is een hele sterke kaart, vind ik zelf. Waarom? Omdat als je hem speelt, nou, doet hij in principe nog niks, maar het is wel een 3-1. Maar je kan daarna elke beurt gewoon gratis 1 damage schieten naar je opponent. Super fijn. En tegelijkertijd kan je natuurlijk met andere dingen rammen. Maar als je deze gewoon elke beurt laat liggen en niet aanvalt, gewoon end of turn elke keer, hup, ping, ping. Ja, dan tikt het echt lekker aan. En misschien kan je hem zelfs dubbel laten triggeren met zijn derde ability. Of tweede moet ik zeggen. En dit is echt een hele sterke kaart. Ik pik deze heel gauw, heel snel. Het is ook maar 3 mana. En mocht je niet willen pingen, dan kan je gewoon nog steeds rammen met een 3-1. En dat is erg gaaf. Dit is misschien nogal fijner dan de Unnatural Aggression, vind ik zelf. Want deze kaart kan het spel, zeg maar, in zijn eentje winnen. Als je deze alleen inlegt en de rest niks meer. En je pinkt elke beurt, nou heb je 20 beurten nodig. of minder natuurlijk door aan te vallen. Maar in ieder geval, ja, sterke ability. Onthoud deze kaart maar. Oeh, Vile Aggregate. Een 3 mana sterretje 5. En het sterretje is the number of colorless creatures you control. Nou, ik heb deze kaart nog nooit echt kunnen spelen. En ook niet vaak gezien in tegenstanders en decks. Het is wel een potentiële finisher. Hij kan erg groot worden als je heel veel van die signs hebt. En het feit dat hij trample heeft en ingest op 1 kaart, kan hij best wel hard mappen. Als je er 3 hebt bijvoorbeeld, is hij 3 mana 3-5. Met trample en ingest. Nou, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Dus dit is ook wel een potential kaart om mee te beginnen. Stel je kiest deze vrij snel, dan moet je wel veel Silence en andere Eldrazi's kiezen. Maar ik denk dat dat op zich wel mogelijk is als je hem snel pikt. En heb je zelfs nog wel de kans dat je meerdere van deze bij de rest van de boosters tegenkomt. Niet verkeerd. Horribly Awry. Hopelijk zeg ik het goed. weer een counterspel. Exiled ook weer. Deze heeft niet die clausule van P4. En dat maakt hem weer een stukje beter. Het is ook maar 2 mana. Heel erg fijn. En het exiled ook weer. Het enige nadeel is eigenlijk dat je alleen converted mana kost 4 of less kan counteren. Maar in een control build is dit heel erg goed. Zelf zou ik stiekem toch wel gaan voor tot nu toe dan. Voor deze. Omdat deze gewoon uit zichzelf wint, om het zo maar te zeggen. En deze kan een dode kaart zijn. Hij is wel erg goed early turn om die snelle decks af te straffen. Maar ik zou hem niet zo snel first picken. Oeh, Ruination Guide. Dit is iets wat ik wel heel snel zou first picken. Dit geeft ook weer een beetje synergy met deze, zeg maar. Lastige keus, maar ik zou sowieso gaan voor deze. Waarom? Omdat deze sowieso 3 mana 3-2 is. Dus het is al een beatstick. Hij heeft ook ingest. En mocht je dus nog meer signs en colorless creatures spelen, krijg je die allemaal... Excuse me!
Als je nog meer science speelt, worden die allemaal groter. Super gaaf. En voor de aggro is dit echt een toffe kaart. Blauw aggro, ja, waarom ook niet. Ik vind hem erg sterk. Ik vind hem erg goed. En ja, je moet hier echt wat aan doen. Anders gaat het gewoon heel erg hard met je levens. Nice. Zeker first pickable, denk ik. We hebben hier een Desolation Twin als rare. Oei. Dit soort kaarten vind ik altijd erg lastig. Is dit nou een first pick of niet? Zelf hou ik hier niet zo van. Want 10 mana is gewoon super veel in limited. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik deze kaart zag bij mensen in hun hand. En ze hadden maar 7 of 8 mana. En ze kwamen gewoon niet bij die 10. Dan is het gewoon een dode kaart. Kijk, als het lukt, is het natuurlijk gewoon knijterhard. Want je krijgt 2 10-10 Colorless Eldrazi creatures erbij. Maar je moet echt een goede build hebben met heel veel mana ramp. En die Kozilek Channeler bijvoorbeeld. Misschien wel 2 keer of 3 keer, weet jij veel. En heel veel science mocht je dit willen spelen. Dus zelf zou ik deze sowieso niet kiezen. En dan ga ik liever voor de veiligheid van een 3-2'tje op beurt 3. En zo gewoon control gaan. Dan dit spelen. En weet je. Het is gewoon een hele lastige kaart om te kunnen spelen. Nogmaals, als het lukt is het gewoon echt heel hard. Maar ja, ik ben toch liever voor de zekerheid om dat niet te hebben. Is er nog wat anders in deze booster? Een forest en een elemental token. Dit zijn de 3 kaarten waar ik voor zou gaan. Of in ieder geval zou twijfelen. Ik zou sowieso deze nemen, denk ik. Omdat ik deze ook erg stoer vind. En gewoon lekker snel 3-2, 3 mana, lekker rammen. En daarnaast zou ik als tweede keus de smite nemen, omdat die gewoon removal is en removal is supergoed. En dan hebben we ook nog die, en die zou ik ook wel snel uit de booster halen, zeg maar. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Het was een leuke booster. Laat weten welke jij echt super gaaf vindt. En gaan we in de volgende video deze booster openen en kijken wat we daaruit krijgen. Dankjewel voor het kijken. Doei!